Arbeidersdag moet niet beperkt zijn tot een momentopname, maar een continu proces in denken, spreken en handelen. Dit is de rode draad in de boodschap van het jongerenbestuur van de NDP in verband met Brokkemangdi vandaag. Het jongerenbestuur heeft aan de vooravond van de Arbeidersdag samen met oud-vakbondsleider Henk Herrenberg kransen gelegd bij vakbondsleiders en Surinaamse strijders die voor landgenoten zijn omgekomen. Bij Kwaku, Abaisa, Pater Wijdman, Fred Derby, Henry Sylvester, Johan Jopie Pengel, Cyril Daal en Louis Doedel zijn er kransen gelegd bij hun borst of standbeeld. Als NDP Jongeren maken wij gebruik van deze gelegenheid om de arbeiders te feliciteren met deze dag en moedigen wij hen aan om tezamen het goede en positieve te erkennen en de inzet te optimaliseren naar het beste wat in hun is. Zo luidt de boodschap verder. De NDP-jongeren onderschrijven dat arbeidsomstandigheden in Suriname aan verandering onderhevig zijn. Maar daar Arbeidersdag zich niet beperkt tot de dag en de arbeiders alleen, is het nodig dat elk een rol vervult bij de factor arbeid. Arbeiders zijn namelijk de cornerstones van de samenleving. Als NDP-jongeren aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid en zetten wij ons in om het voorbeeld te blijven geven. Daarom geven wij deze boodschap. Niet om het geven van een boodschap, maar als leidraad welke uw denken, spreken en handelen ten goede moeten beïnvloeden. Ten einde een meerwaarde voor uzelf, Suriname en ook voor anderen te waarborgen. Aldus de 1 mei boodschap van het NDP Jongerenbestuur.